staan nu op de post van OGS in het Stuwmeer. De Scaliantes die werkzaam waren in het meer en sommige in kreekjes dichtbij het meer, die zijn in beslag genomen zoals u weet. Ik vind het belangrijk dat men ziet dat alles weg is uit het meer, althans bij het Stuwmeer, en het staat hier bij onze post in afwachting van een besluit van hoe verder. En dat kan van alles betekenen. Het kan boete betekenen, het kan ontmantelen betekenen, het kan betekenen andere plaats. Dat is allemaal afhankelijk van wat het Openbaar Ministerie en de overheid beslissen. Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat er eindelijk actie ondernomen kan worden? We zijn in een gebied op het land van 50.000 vierkante kilometer aan de slag gegaan om landoperaties te ordenen. En die rust is gebracht. De wateroperaties hebben we toen ook steeds in feite getackled. Maar het Stuwmeer bleek een gebied te zijn waar mensen gewoon steeds kat en muis spelletjes speelden met ons. We hebben documenten en bewijs dat we vele malen de Scaliantes die op het meer kwamen, daar verwijderden. Ik zeg verwijderen betekent dat we dus ze weghaalden uit het meer zelf. En dat ze steeds naar de kreken gingen die in feite aan het meer zitten. Wij hebben vanaf eind 2012 hebben wij gevraagd aan de overheid om hun beleidsvisie bekend te maken en om ons opdracht te geven over de volgende stap. Net zoals het gaat bij landoperaties, waarbij we de opdracht krijgen om een locatie te ontruimen. Die ontruimingsoperatie ten aanzien van Scaliantes is nooit gekomen. Dit jaar zo, de activiteiten is nu stop per direct. Wij waren daarom ook blij dat bij het aantreden van deze regering dat men op een gegeven moment vanuit het ministerie van NH die ondersteuning wel gaf. En het hele plan van stilleggen Scaliantes en verplaatsen naar hier, dat is een plan van OGS. Dat is een plan van OGS dat is uitgevoerd. Daarvan zijn er documenten. Het is niet zo dat OGS zat te slapen en dat we op een goede dag een opdracht kregen. Nee, dit is een plan van OGS waarvoor OGS eindelijk de toestemming en de opdracht heeft gekregen. Ik wil duidelijk maken dat dit altijd de richting is die de president heeft gewild. Maar je moet natuurlijk ook het vakministerie hebben die erachter gaat staan met zijn dienst, zoals geologisch memorkundige dienst en ook zijn eigen visie. Asan is nog aan Gosadoro, dat met Uko Lukutide. En daarom wordt stop aan roken. Het is niet zo belangrijk om te kijken steeds van wat heeft de vorige dan niet gedaan. De mensen die verstand hebben, die kunnen dat maar zelf maar invullen. Ik constateer alleen dat de huidige minister de moed heeft gehad en gezegd van luister, ik ga achter jullie staan. Stilleggen, die is Scaliantes. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen Scaliantes op de Stuwmeer vandaag per definitief ten einde is. Hoe gaat u om met die kritiek dat men heeft op u? Er gaan zelf stemmen op dat u het veld moet ruimen en zo. Hoe kijkt u hier tegenaan? Laat ik het zo zeggen, zonder onvriendelijk te klinken. Zodra er iemand is die job beter kan of anders kan, dan ben ik zeker bereid om te zeggen van nou graag. Ik bak geen hamburgers, ik verdeel geen schoolboeken. Ik verdeel geen terreinen, maar ik ben geroepen om iets te ordenen en dan lust men jou niet. Dus als men niet zo blij is of van me vindt dat die man moet het veld ruimen, dan dat boeit me niet zo. Ik doe mijn werk tot het laatste moment dat mijn baas beslist dat ik afgelost word. Er zijn ook geluiden dat u een dubbele rol zal spelen, waardoor dingen toch konden doorgaan, terwijl u ze moet stoppen. Ook dat is onzin. Het is heel makkelijk om in feite de leider van de dagelijkse leider van OGS aan te vallen. Nou, dat is, nogmaals, mensen die een stukje verstand hebben, dus even doordenken, die begrijpen dat ik ook bazen boven mij heb. En als ik een dubbelspel speelde of een dubbele rol, dan had ik deze job niet 5 jaar gedaan. Als mensen kritiek hebben op het werk dat ik doe, dan moeten ze bij mijn basis zijn. Als men praat over dubbele rol of rol van Dompig, de alternatieven worden aangeboden aan beleidsmakers, beslissers. En Dompig is geen beslisser in het hele verhaal. Ik heb te weinig macht of ik heb helemaal geen macht.
om zoveel kritiek te moeten incasseren. Dus ik wil de mensen vragen om daarmee op te houden. Er zijn ook op andere plaatsen scallions. Is OGS ook bezig met die? Nu wij merken dat we de instructies krijgen om op te treden, dus om voor once and for all een blijvende oplossing te brengen op het Stuwmeer, verwacht ik dat wij door kunnen fietsen naar Marowijne en Lawa en in feite dezelfde aanpak, nagenoeg dezelfde aanpak, daar ook toepassen. Als, wanneer dat gebeurd is, kun je dan zeggen dat de cirkel rond is van orde? Ik weet het niet. Ik denk dat de cirkel rond is voor mensen als Dompig vertrokken is. En dan zullen ze zien in welke ellende ze gestort worden. Kijk, men moet niet vergeten dat dit ding iets is dat is ontstaan door mensen die belangen hebben, mensen die geld hebben, enzovoorts, enzovoorts. We zijn serieus bezig met het Openbaar Ministerie, met de politie, met de overheid. En laat men kijken naar de feiten. Kijk, hier staan de feiten. Ja? Er zijn mensen die nog zeggen van die dingen staan daar, maar jullie zijn allemaal grappenmakers. Ze zijn allemaal de beste stuurloos Tanawal. En nu moet ik dat echt een keer zeggen. Want ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen. We hebben 150 mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in de binnenlanden werken. En soms een week lang gewoon geëten hebben omdat we de aflossing niet kunnen doen. En ze hebben ook kinderen. Dus wanneer men kritiek levert op OGS, moet men ook daaraan denken. Wij verwachten dat wanneer wij dit van de Scaliantis hier, maar ook op de Marowijne en Lawa hebben aangepakt, verwachten we, althans ik, hoop dat we dezelfde begeesterende leiding zullen blijven krijgen van het ministerie van NH en van het kabinet, wat we altijd ook kregen, maar vanuit NH viel het tegen in het verleden. En dat we door kunnen gaan met afmaken van die job. En laat ik even duidelijk zeggen, het hoeft helemaal niet onder de paraplu OGS. Er moet in ieder geval een instantie zijn die zich gaat bezighouden verder met het hervormen van die goudsector. Ik pleit helemaal niet voor om OGS een heel lang leven te geven. Omdat ik van mening ben dat het een taskforce is, dus een commissie. En er moet uiteindelijk een organisatie overnemen, of het nou een authority is, een Delft Stoffen Instituut. En gelooft u mij, ik zal de eerste zijn die het stokje afgeeft.